alle hoogtepunten in de kerk, ja, daar valt een schaduw over. In die zin lijkt het alsof we iets minder hebben wel. Door de coronacrisis zien we deze beelden voorlopig alleen via oude video's. Maar wat voor impact heeft corona eigenlijk op de kerk? De gevolgen zijn allereerst in de zondagse diensten te merken. Waar we met heel weinig mensen samen kunnen komen. Of soms alleen maar een ouderling, een diaken, vertegenwoordiging van de kerkraad, een paar mensen van de techniek. Dat heeft effect op het gemeente zijn. Dat je ziet elkaar niet. Je kunt niet met elkaar zingen, met elkaar bidden. Maar het heeft ook effect op het werk in de kerk door de week. Het bezoek van predikanten, ouderlingen, pastoraal werkers is erg lastig geworden. En dat betekent voor veel mensen toch versterking van een stuk eenzaamheid. Dat er nauwelijks gelegenheid is om te spreken over problemen. Het heeft effect op bijvoorbeeld huwelijkssluitingen, doopdiensten, avondmaals. Dus allemaal alle hoogtepunten in de kerk. Ja, daar valt een schaduw over. In hoeverre beperkt die coronacrisis jullie? Die beperkt ons behoorlijk, moet ik zeggen. Want natuurlijk als eerst omdat de mensen niet live in de kerk mogen komen. En dat vinden heel veel mensen erg. En nu mogen we dan inmiddels wel met 30 mensen bij elkaar komen. Maar de mensen mogen natuurlijk niet zingen. En dat gaat iedereen heel erg aan het hart. Ja. In de situatie waar we nu in zitten. Mensen kunnen naar kerkdiensten kijken van hun eigen kerk. Maar het is ook heel gemakkelijk om te zeggen, nou, ik kijk eens even bij een ander. Ik doe dat zelf ook. Wanneer je al een bepaalde onvrede hebt met je eigen kerk, en misschien niet zo thuis voelt, hè, zoals dat dan heet, en je ziet het bij een ander, dan zeg je, nou ja, laat ik daar maar in gaan dan. Dus het is veel gemakkelijker om anoniem te gluren bij de buren, om het zomaar even te zeggen. En dat heeft gevolgen. Het is opvallend dat er zo'n 1100 mensen van de christelijke middenkerken naar andere kerken zijn gegaan. En dat er zo'n 1100 mensen uit andere kerken naar de CGK zijn gegaan. En dat is eigenlijk een uniek verschijnsel. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Dus ik denk dat de coronasituatie ook de drempels om naar een andere kerk te gaan verlaagt. Tegelijk hebben we ook gezien dat er meer mensen dan in andere jaren zich onttrokken hebben aan de gemeente, bedankt hebben als lid. En niet naar een andere kerk zijn gegaan of nu wil dat niet aangegeven hebben. Dus ik denk dat het te maken heeft met de coronasituatie, dat het voor sommige mensen die misschien toch al niet zo'n sterke band met de kerk hadden, de oorzaak is om te zeggen, nou laat nu maar helemaal stoppen. En dat het misschien ook wel stimulerend werkt voor jongere generatie die toch wat minder band met een instituut als kerk heeft. Om te zeggen, nou, sluiten ons maar niet aan bij weer een kerk. We kijken wel naar de coronatijd. Ik weet het van mensen die dat doen. Die hebben jongere mensen bedankt als lid voor de kerk waar ze lid van zijn. Of zijn verhuisd naar een andere plek. En zeggen, ik wacht nog wel even met mij aan te sluiten. Want ik wil eerst kijken hoe dat met corona loopt. Hartelijk welkom u en u vooral u thuis die ingelogd heeft op onze website op kerkdienstgemist.nl. En ook de broeders en zusters hier in de kerk, welkom. De kerkdiensten van het Dominicanenklooster worden nu door 300 mensen fysiek of online bezocht. Voor corona Hadden wij ongeveer zo'n 350 mensen per weekend. Maar dan hadden we ook op zaterdagavond een viering. En op zondagochtend de viering, dus gemiddeld samen was dat ongeveer 350. Maar dat, dus in die zin lijkt het alsof we iets minder hebben wel, ja. De coronacrisis zorgt ook voor minder inkomsten. Collectes gaan niet meer langs de deur, maar dat gebeurt nu digitaal. Dat compenseert enigszins. Maar de kerk kan niet meer verhuurd worden. Onze kerk werd ook regelmatig verhuurd voor Matthäus Passion, zijn grote concerten van koren. En dat kon allemaal niet in de afgelopen jaar. Dus die inkomsten die missen we wel, ja, dat klopt. Maar hoe zorgen kerken ervoor dat de afhakende bezoekers straks weer terugkeren? Het fysieke bezoek, dat is toch wel van groot belang. Dus je moet gewoon als een
als een herder achter de kudde aan. En als die kudde nu wat verstrooid is, ja, dan heb je een beste zoektocht. Maar dat kun je met elkaar doen. Hè. Dat is een taak van de gemeente zelf. Dus dat is het eerste. En ik denk naar buiten toe. We hebben nu noodgedwongen heel veel nieuwe mogelijkheden ontdekt en ontwikkeld om kerkdienst toegankelijk te maken, in je huiskamer te brengen. Nou, daar zouden we als kerken over na moeten denken, hoe kunnen we dat nu voortzetten? Hoe kun je mensen de dingen zo aanbieden dat ze zeggen, nou, ik heb met de kerk als instituut niet zoveel, maar ik wil wel graag de boodschap van de kerk worden. Zeldenhuis heeft vertrouwen in een positieve afloop. We hebben niet maar een routeplan klaar liggen voor zo gaan we het weer doen als het voorbij is. En dit zijn de consequenties van corona. Die houden niet allemaal netjes op de rij staan. Dus het is zeker voor de kerk een kwestie van samen bezinnen. En samen ook de Bijbel bestuderen. Wat zegt dat woord van God ons in deze tijd? En dan heb ik er wel vertrouwen op dat we er met elkaar goed uit zullen komen.